Vlaamse verkiezingen van 25 mei zorgen traditioneel voor een heuse stoelendans. Naast de vertrouwde gezichten zijn er in het Vlaams parlement ook heel wat nieuwkomers. Ze zijn vaak nog een beetje onwennig, maar allemaal staan ze te trappelen om aan het werk te gaan. In de serie Nieuwe Leeuwen leidt Actua TV hem voor het eerst binnen in de koepelzaal van het Vlaams parlement. Goedendag, ik ben Peter Wouters. Ik ben blijkbaar het gemiddelde hier. Ik ben 47 jaar en man. Ik ben papa van 3 jong volwassen kinderen. Voor werk doe ik nog districtsburgemeester zijn in Deurne. Wat een zeer boeiende taak is. Waarom hebt u deelgenomen aan de verkiezingen op 25 mei? Goesting. Dat is misschien wel een verkeerd woord binnen ons partij, maar... Ik had daar echt wel heel veel zin in om ermee aan te kunnen werken. Ik werkte al op lokaal gebied als districtsburgemeester. En de gevoelde, er is nog iets meer nodig. En ik dacht, dat kan ik in het Vlaams parlement vinden. En was ik ook heel blij dat de partij mij de kans heeft gegeven om mee op de lijst te staan. Laten we even terugkeren naar de avond van de verkiezingen. Hoe is die verlopen voor u en wanneer hebt u te horen gekregen dat u verkozen was? Als ik het zelf zou vergeten, er zijn heel veel mensen die me er heel dikwijls aan doen denken. Het was eigenlijk een beetje een rollercoaster voor mij. Op de 9e plaats stond ik en ik heb het geluk gehad dat er nog wat potstemmen waren. Ik heb er een dankbaar gebruik van gemaakt, maar ik dacht in eerste instantie dat ik er niet bij was. Die avond en ik had zo mijn uurtje eigenlijk zo wat teruggetrokken met een van mijn zonen die de papa aan het oppeppen was, een beetje de omgekeerde wereld, maar dan kwamen ze ineens, ik had het ook op Facebook gezegd, bedankt iedereen, het was een leuke ervaring die verkiezingsstrijd. En dan kwam de een of de ander mij zeggen van Peter, je zit er wel bij. Ik zeg, dat is niet waar. En dan natuurlijk het moment van de euforie, dat is echt niet te beschrijven. Dan zit er zo een, dan kom je ineens op een wolk waar je toch wel heel even, vrij lang eigenlijk, blijft opzitten. Dat is een zeer gelukzalig gevoel. Lag het resultaat in de lijn van uw persoonlijke verwachtingen? Ja, dat is heel moeilijk. Hè. Ik heb er echt 1200 en een beetje gehaald. En, we haalden op voorhand. Ik had er eigenlijk geen gedacht van. Het is de eerste keer dat ik in zo'n kieskring opkom. Ook de 9e plaats is niet direct de meest zichtbare. Vorige verkiezingen in Deurne, elke keer 3000. Dan was je lijsttrekker, dus een totaal ander gegeven. Ook naar campagne toe. Dus ik wist eigenlijk niet waar er was, maar ik ben 8200 keren blij en dank u aan al die mensen die dat gedaan hebben. Wat denkt u dat u te wachten staat als Vlaams volksvertegenwoordiger? Nee, eigenlijk niet. Ik vergelijk dat zelf met een klein mannetje van een jaar of 6 dat een euro meekrijgt en in zo'n authentiek snoepwinkeltje terechtkomt en je zegt van kies maar. Dat is zo van, er komt hier zoveel op u af, er zijn zoveel nieuwe dingen. En je wilt dat allemaal wel meepakken en op dat punt ben ik dan blij dat mijn medewerkster een beetje ervaring al heeft, dat hij mij links en rechts kan introduceren, kan laten zien waar je moet zijn, hoe je dat moet aanpakken. En dat is wel een hele hulp zo voor in het begin. Waar kijkt u het meest naar uit en waar ziet u het hardst tegenop? Ja, dat is zo weer een beetje hetzelfde natuurlijk. Hè. Van, het is zo onbekend, dus op dit moment je komt hier met een open geest binnen en je gaat ervan uit van dat het is hier, het gaat over op mij neervallen natuurlijk. En tegen iets tegennemen, dat denk ik totaal niet. En openstaan, ik voor eigenlijk alles. Dus als je bedoelt, wat zijn uw verwachtingen hier, als dat is wat je ermee bedoelt. Die zijn immens, maar langs de andere kant ook, wetende dat je hopelijk in de meerderheid zit, dat je dan ook wel beperkt gaat zijn in je parlementair werk. En daar ben ik me ook wel van bewust, dat we dan iets minder aan tafelspringen gaan kunnen doen. Dus tafelspringen. Als ik erop geraak, dan zit ik er niks mee van daarop te springen.
Politiek kan soms een harde stiel zijn, met kritiek en persoonlijke aanvallen. Bent u daar als persoon voldoende tegen opgewassen? Als mensen u echt persoonlijk beginnen te nemen, dan verander ik een beetje in een eend. En dan loopt dat van mij af. Dat is, ik vind die andere persoon eigenlijk dan zwakker. Omdat hij op die manier de man wil spelen. En ik doe het liever op klasse, met een mooie beweging. En op die manier de persoon dan te placeren. Op welke dossiers wil u zich toeleggen en waarom? Een waar mij heel nauw aan het hart ligt, en ik denk ook dat ik dat uitstraal, dat is sport. Ik ben zelf niet het meest sportieve type, maar ik ben misschien wel de meest passieve sporter van heel Antwerpen. En op die manier weet ik wat er ook in clubs en zo leeft. En een beetje het probleem, volgens mij en volgens mensen waar ik mee spreek, is dat we op dit niveau, op dit moment in Vlaanderen er een beetje te weinig structuur in hebben in clubs, in verenigingsleven. En als dat iets zou kunnen zijn waar ik kan bijbrengen, dan zou ik dat heel plezant vinden bijvoorbeeld. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement. Ja, natuurlijk, dat is een heel belangrijke taak. Ik heb dat ook beloofd aan al mijn collega's districtsburgemeesters. Dat ik hier het woord district zou introduceren. Dat is iets, het is een Vlaamse bevoegdheid, maar het is een typisch Antwerps fenomeen. We zijn de enigste stad met 9 districten. En er zijn toch een hele hoop mensen die dat daar vertegenwoordigd worden, zonder dat andere mensen eigenlijk begrijpen of weten hoe dat er juist in zijn werk gaat. En op dat punt heb ik het voordeel dat ik dan eerst een districtsburgemeester ga zijn, die in het Vlaams parlement zetelt. Mijn collega Zoal de Mier, die zit wel in het federaal parlement. Maar in het Vlaams parlement ben ik de eerste. Ik moet wel ook een beetje eerlijk zijn. Wouter van Bezien is dat ooit geweest. Dus misschien ga ik van heel een andere kant daar een steun in krijgen. Dus waar dat dan ook wel meegenomen is. Hoeveel tijd denkt u te spenderen aan uw job als Vlaams parlementslid? Een groot voordeel van het districtsburgemeester zijn is dat er heel veel in het weekend ook gebeurt. En dan ligt dat hier, heb ik de indruk, redelijk stil. Dus dat zijn eigenlijk al momenten die dat mooi aan elkaar aansluiten. Ik ben ervan overtuigd dat dit meer dan een fulltime job is. En districtsburgemeester is dat ook. Maar er zijn genoeg raakpunten om die twee heel mooi in elkaar te kunnen laten overvloeien. Ik denk dat dat een sterkte is die ik nu heb, dat ervoor iets moeilijker lag. Als districtsburgemeester, als ik zie hoeveel burgemeesters dat ongelooflijk goed combineren, dan moet ik me als districtsburgemeester, wel van het tweede grootste district van Antwerpen, moet me dat toch lukken. Dus, Waarop mag de kiezer u afrekenen? Ik vind dat zo. Dat is een vraag voor om de grote jongens in de politiek te stellen. En de grote meisjes ook natuurlijk. Mijn vrouw wist dat. Maar wat kunnen die mij afrekenen? Ik heb er geen gedacht van. Als de mensen niet aanvoelen dat ik hier bezig ben geweest voor hen, dan zullen ze mij erop afrekenen. En anders, als ik het wel hun dat gevoel kan geven van ik heb er in Brussel voor jullie gezeten, dan zullen ze mij er automatisch voor belonen. Maar van echt op dat of dat punt afrekenen, ik denk dat dat een beetje absurd is in het geval van beginnend parlementair. Wanneer zal uw periode als Vlaams parlementslid voor u persoonlijk geslaagd zijn? Ik denk dat ik eerst ga horen, zien en zwijgen en dat u mij die vraag binnen een half jaar, Siri geeft mij 100 dagen, dat hebben ze er ook ooit gezegd. Als u mij dan die vraag terugstelt, dan denk ik dat ik daar waarschijnlijk een zinnig antwoord op kunnen geven. Maar op dit moment, echt. Ik zit nog altijd in die bollenwinkel voor de toog. Dus